vroeg mijn kijkers om hun beste gaming setups in te sturen. En dat hebben ze gedaan. En vandaag gaan we kijken naar de beste gaming setups en deze beoordelen en reviewen. We beginnen met de setup van Romano. Die is pas 11 jaar. Gebruikt deze setup om te gamen en YouTube te kijken. En dan speel je voornamelijk Fortnite en kijk je mijn video, schrijf je. En ik vind dit een hele lekkere setup om dat mee te doen. Je hebt de setup betaald door veel te sparen. Geen bijbaantje. Dus waarschijnlijk met verjaardagsgeld of zo. En je hebt er ongeveer een jaar over gedaan om deze hele setup zo te bouwen. En ik denk dat dit, dit ziet er gewoon echt heel erg nice uit. Voor iemand van 11, insane. Gewoon al een PC die er gewoon goed uitziet. Met wat RGB, dan heb je wat RGB fans. En volgens mij is dit iets van een Corsair behuizing of zo. En die ziet er ook gewoon heel erg nice uit. Je hebt ook je setup gebouwd onder je bed. Dat is natuurlijk voor de ruimte wel nice, maar het maakt het niet altijd het mooiste. Maar je hebt wel gewoon onder je bed allemaal plankjes en decoratie toegevoegd, waardoor het er wel gewoon goed uitziet. Je hebt ook gewoon een leuke zwart kleurthema. En dan gewoon qua decoratie wat Funko's, die staan op zich wel mooi. Je mist een beetje RGB, vind ik, in deze setup. Want je kunt nog best wel wat RGB achter je bureau plaatsen of onder je plankje. En dat geeft meteen wat meer gaming sfeer. Maar het is op zich wel gewoon een goed gelukte, clean setup. Je hebt hier alleen wat kabels die je nog zou kunnen fixen. Maar al met al is het op zich, ja, zeker voor iemand van 11, wel gewoon een goede setup. Je zegt dat je als eerst je toetsenbord gaat upgraden. En dit ziet eruit als een niet echt mechanisch toetsenbord. Dus ik denk dat je inderdaad dat en je muis en dan natuurlijk nog een muismat, die heb je ook wel echt nodig in deze setup. Misschien dat je op controller speelt, maar een muismat ontbreekt wel echt. Maar verder ziet de setup er zeker best wel decent uit. Dus we beginnen goed. En voor deze setup krijg je van mij een 7 van de 10. Dan komen we nu aan bij de 14-jarige Twan. En die gebruikt deze setup om te gamen en voor school. En qua games speel je dan voornamelijk Fortnite. En ik denk dat dit een prima setupje is. Je hebt de setup betaald door zelf een bijbaantje te nemen. De PS5 en toetsenbord en muis. En de meeste decoratie heb je zelf gekocht. Dus dat is nice. Je hebt er gewoon lekker voor gespaard. En je MacBook en je bureau heb je van je ouders gekregen. Nou, dat is gewoon een blessings. Het staat wel gewoon heel nice in de setup. Bureau ziet er ook inderdaad echt goed uit. Maar zeker als je 14 bent, kun je natuurlijk niet alles zelf kopen. Dus dit is gewoon echt heel erg nice. Cable management heb je op zich wel gefixt met zo'n netje onder je bureau. Maar het is nog niet helemaal perfect. Dit zou je allemaal nog best wel wat beter kunnen samenbinden, denk ik. Maar op je bureau ziet het er wel nice uit. Hier heb je het wel gewoon goed samengebonden. En dit is op zich wel clean. En hier zo twee gewoon van die plankjes met decoratie geeft echt een cool effect aan deze setup. En dan wat RGB eronder. Dat bedoelde ik ook bij die vorige setup. Gewoon wat RGB zorgt voor wat meer sfeer. En dit zit ook gewoon, ja, dit ziet er gewoon clean uit. Zo naast elkaar, drie dezelfde dingen. En hier ook gewoon allemaal nog wat dingetjes op plankjes. Man heeft drie parfums, hou. Man ruikt goed. En je bureau zelf is ook echt super clean. Je hebt hier helemaal geen kabels, alleen van je muis. En je hebt ook de PS5 Slim. Die vind ik er ook echt heel erg nice uitzien. Je hebt een 120 hertz monitor, dus ook die is goed. En dan heb je hier nog gewoon een MacBookje, waarbij je dan, ja, YouTube, Netflix, dat soort dingetjes kunt doen. En aan school werken natuurlijk. Maar ja, dit staat wel gewoon echt heel erg nice. Misschien kun je nog een witte muismat in deze setup doen. Ik denk dat dat ook wel nice zou staan. Maar zeker met wat RGB vind ik de decoratie wel gewoon echt heel erg goed gelukt. Dus het is vooral gewoon heel erg clean. En je schrijft ook dat je nog een tweede monitor gaat toevoegen in plaats van je MacBook. En een nieuwe muis gaat halen. Dus dat zijn wel echt de upgrades die je nodig hebt. Twee monitoren zou nice zijn. En dan in de toekomst ooit nog een PC. En dan voor de muis zou ik ook een witte muis halen. Dat zou wel bij het kleurthema passen. Maar al met al echt een hele clean, goede setup. Zeker voor je leeftijd. Dus voor deze console setup krijg je van mij echt wel een 7,5 van de 10. Ik kom nu aan bij de setup van Benjamin. En die staat bekend als Benny Gamer. En die is 17 jaar oud. En die gebruikt deze setup voornamelijk om te gamen. En dan speel je voornamelijk Roblox, Minecraft en Fortnite. En ik denk dat dat in deze setup echt prima kan. Ik vind het wel echt grappig. Het lijkt ook bijna alsof je twee setups hebt gebouwd. Hier eentje en hier. Want dit staat zo ver uit elkaar. Lijkt me bijna niet handig om ze zo ver uit elkaar te hebben staan. En Benny heeft zelfs een hele video ingestuurd met een setup tour. Dit is dus de setup. Qua cable management is het niet echt heel erg lekker. Maar het is wel gewoon een grote setup met drie monitoren. Hier heeft hij ook nog even de specs neergezet. En 1650 AMD Ryzen 5. Dus wel een beetje een budget PC. Maar het ziet er in ieder geval wel gewoon goed uit. Ik bedoel, dit is prima voor in de setup. Man kan de kleuren aanpassen. Ja, nice, nice. Hier heeft hij ook nog zijn peripherals. Volgens mij zijn dit een beetje van die action peripherals. En een thrust muis. Dus misschien de peripherals nog upgraden. En hij heeft een kleine RGB muismat. Dus die zou misschien ook nog wel een kleine upgrade kunnen krijgen in de toekomst. Dus het is wel echt gewoon één setup. En dan vind ik de monitoren wel een beetje weird staan. Dan zou ik liever gewoon drie monitoren recht naast elkaar doen. En dan je PC misschien in deze hoek ergens verwerken. En dan heb je hier gewoon wat extra ruimte voor decoratie of zo. Dan kun je ook de cable management wat beter fixen. Want nu is het wel iets wat chaotischer. Oh, hier zie je de andere muismat met RGB wel ook. Hier aan de muur ook nog wat decoratie toevoegen. Zou ook nog wel nice zijn. Misschien een plankje hier ophangen. Of wat wandpanelen. Of een backboard zelf zou ook nog wel nice zijn. En voornamelijk je cable management fixen. Want dit, hoe lang ik hier naar kijk, hoe slechter de cable management wordt. Chaos. Dus voor deze setup krijg je van mij een 7 van de 10. Dan komen we nu aan bij de setup van Stan. En Stan is 12 jaar. En die gebruikt deze setup om te gamen. En dit is echt een hele lekkere setup. De foto is alleen zijwaar. Kijk, dit lijkt er meer op. En dit vind ik echt een hele goede setup. Je hebt hier best wel weinig ruimte. Je hebt ook echt een super kleine muismat. Maar de ruimte is wel gewoon heel erg clean en nice. Je hebt ook zo'n L-shaped desk. Dat is altijd goed. Alleen het lijkt me wel dat deze poot van de tafel echt zwaar in de weg zit. Want hierdoor kun je ook niet echt twee monitoren ophangen. Omdat je eigenlijk te weinig
ruimte daarvoor hebt. En je kunt ook geen monitor erboven doen, omdat hier al zo'n kastje zit. Dus je kunt eigenlijk maar één monitor gebruiken op deze manier. Tenzij dat je hem hier links laat zweven op een monitorarm. Dat zou je nog kunnen doen. Het kleurthema en de sfeer in deze kamer is wel gewoon echt nice. Met wat blauwe RGB en verder eigenlijk alles zwart. En dan heb je nog wat decoratie door plankjes en plantjes. Dus het is niet heel erg een gaming setup qua gevoel. Omdat je hier ook nog wat trofeeën hebt en wat andere dingen. Hier nog wat Lego en zo. Maar de sfeer is wel gewoon nice. Dus ik vind dit een goede setup. Je speelt ook games zoals Corsa, F1, Farming Simulator. Dus het zijn ook wat meer chille games. Niet echt shooters of zo. Dus dat past wel bij deze setup. De PC vind ik er wel echt heel erg nice uitzien. Die is gewoon super clean. Je hebt volgens mij wel gewoon alle plasticjes er nog op zitten, broeder. Dus ik zou, als ik jou was, al deze plasticjes er even afhalen. Want dit ziet er nu minder mooi uit dan dat het zou kunnen zijn. Want het is letterlijk plastic. Dat moet je er nog aftrekken. Of dat moet niet, maar dat zou je kunnen doen. Je zit een 4060 in en een i5 van de 10e generatie. Dus het is gewoon decent, maar het is wel gewoon een hele clean kast. En ook als je vanaf hier zit, is het decent. Cable management zou je nog even wat kunnen fixen door je kabels onder je bureau weg te werken. Dat zou nog wel een upgrade zijn. En een grote muismat kun je ook echt wel gebruiken. Ja, je speelt dus geen shooters. Dus dan hoef je niet heel erg veel ruimte te hebben met je muis. Alleen voor de looks in je setup zou het wel nog een upgrade kunnen zijn. En verder vind ik het nice. Dus dan zeker een goede setup. Haal die plastics er nog even af. En verder een goede setup. Dus voor deze setup krijg je van mij een 8 van de 10. Heel erg clean. En dan komen we nu aan bij de setup van de 16-jarige Jasser. En die heeft weer dus de foto zijwaarts. Bro. Oké, dit is hoe de foto wel goed is. En dit is echt een lekkere setup. Man speelt vooral GTA. Ik zie hier ook allemaal foto's voorbij komen van auto's en dat soort dingen. Dus deze man is een echte GTA-speler. En de setup ziet er ook echt heel erg nice uit. Je hebt een 100% toetsenbord, want volgens mij moet je dat gebruiken voor roleplay. Ik speel dat zelf niet. Maar de setup ziet er wel echt heel erg nice uit. Clean. Hier nog wat brilletjes in de setup ter decoratie. Grote muismat. En de PC ziet er ook echt insane uit. Deze cooler is van Mars Gaming. Het is een aircooler, maar hij ziet er wel heel erg cool uit voor een aircooling. Tegenwoordig zien we heel vaak van die waterkoeling met die displays. Maar dit ziet er eigenlijk ook wel nice uit. En is waarschijnlijk een stukje budget vergeleken met zo'n waterkoeling. En de fans zien er ook nice uit in deze setup. Videokaart is goed. Dit is een 2060 Super. Dus die kan misschien in de toekomst nog wel een upgrade gebruiken. Je hebt deze setup deels gekregen en deels zelf gekocht. Dat is natuurlijk lekker. En je speelt ook nog games zoals Fortnite, waar Warzone, X-Defiant naast deze roleplay. Dus heel erg nice. We zien verder niet heel erg veel van je kamer. Dus ik denk dat naast de setup er niet heel erg veel decoratie is. Dus dat zou je nog wel goed kunnen upgraden in deze setup. Misschien wat plankjes, wat decoratie en wat andere dingen. Maar je bureau zelf ziet er wel goed uit. Misschien de monitoren nog op een monitorbeugel. Maar verder is het echt clean. Dus deze setup krijgt van mij een 7,5 van de 10. Vooral omdat we de rest van de setup niet kunnen zien. De laatste setup is van de 21-jarige Morris. En die heeft deze setup gebouwd. En die ziet er echt heel erg cool uit. Met een hele interessante thermal take PC. Hoe heb je dit gebouwd? Dat is oprecht knap. Ik heb deze laatste ook voorbij zien komen. En dit is echt een hele interessante PC. Damn. Het is ook echt een super groot bureau. En dan bijna je hele setup rechts in de setup. Kijk, dit is gewoon een setup op zichzelf. En dan heb je hier links gewoon nog een tweede setup bij wijze van. Waarom heb je tissues in de setup, though? Dat is een beetje sus. Je hebt hier twee packboards aan de muur. En je plafond is ook echt super hoog. Maar het past wel echt heel erg goed bij de setup, de kleuren. Je hebt gewoon een wit met een soort van hout look setup. En dat staat echt heel erg clean. Dan heb je witte peripherals, glorious muis, muismat en een custom gebouwd toetsenbord. Dat ziet er echt clean uit. Een witte headset van SteelSeries, ook nice. De muismat ziet er wel uit alsof hij zijn beste tijd gehad heeft. Dus misschien kun je die upgraden, want die is echt vies geworden. Misschien kun je dan ook een grote muismat doen. Je schrijft verder niet of je gamet of iets. Dus ja, je hebt wel gewoon Steam op je PC staan. Dus het lijkt me handig om een grote muismat te gebruiken. Maar de setup zelf is echt clean. Je hebt twee Acer monitoren, die heb je mooi weggewerkt. Cable management is decent. Dan heb je ook nog een losse mic in je setup. Dus het is echt een goede setup. Ik ben vooral gewoon benieuwd hoe je in deze PC hebt gebouwd. Het valt me nu trouwens ook op dat deze poten van het bureau echt super scheef staan. Dit lijkt echt op instorten te staan. Het is ook echt een bureaublad van meer dan 2 meter of zo. Dus die poten moeten eigenlijk wel goed staan, wil je niet dat de setup instort. Dus misschien kun je daar nog even naar kijken. Cable management onder het bureau ziet er op zich decent uit. Heb je gewoon achter die kastjes verwerkt. Dat is nice. Het is ook echt ziek veel potloden. Wat is dit voor werk / gaming setup? Dit is eigenlijk best wel een insane setup. Dit is misschien wel de beste setup van deze video. Wat je misschien nog kan upgraden in deze setup zijn van die wandpanelen achter de setup. Beetje van die houten latjes. Dat zou echt super clean zijn in deze. Maar gewoon de decoratie met de plantjes, de packboards. Het staat wel gewoon echt heel erg nice. En ik zou misschien de setup ook iets meer naar het midden halen. Want hij is nu een beetje weggestopt rechts in het bureau. Dus als je dit naar het midden zou halen, wat van die houten latjes zou halen, is dit echt een hele goede setup. Dus ik vind hem nice. Morris heeft echt een goede setup gebouwd. Dus deze krijgt van mij echt wel een 8,5 van de 10. Hele lekkere setup om mee af te sluiten. Dat waren weer de super goede setups van vandaag. Als jij setup ook wil insturen, de link om in te sturen staat in de beschrijving. Drop nog even een like op deze video en abonneer voor meer video's. En dan zien jullie mij later.